Het is bijna Pasen, ik ga een lamsbout klaarmaken. Dus al jullie vragen over hoe lang moet een lamsbout in de oven, wat is het verschil tussen lamsbout, lamsschouder, blijf zeker kijken, want ik ga ze allemaal beantwoorden. En ben jij ook een foodie en zot van al die heerlijke recepten? Smash die abonneerbutton, dan mist je niks. Welkom! Wat is het verschil tussen een lamsbout en een lamsschouder? Een bout komt van de achterpoten en een lamsschouder, logisch, komt van de schouder. Welk is het beste stuk? Eigenlijk is dat alle twee een beetje hetzelfde. Het is gewoon de ligging van het vlees die anders is. Hier heb ik een lamsbout gevraagd aan mijn slager om te ontbenen. Want, lieve mensen, we gaan die een keer zelf gaan inmasseren met some love ingredients. En dan ga ik u tonen hoe dat je hem heel makkelijk kan opbinden en dan heb je een prachtige lamsbout om te serveren met Pasen. En je serveert daar wat je wilt bij. Denk maar aan een gratin, heel lekker, zo een beetje klassiek, staat ook op de website. Welke saus moet je daarbij serveren? Mosterdsaus, heel lekker. Champignonroomsaus, heel lekker. Dus, en misschien met zo'n kroketje bij. Kan ook, hè. Zwarte peper. Rozemarijn. En dan een beetje verse oregano, anchovies. En dan gaan we dat alles eigenlijk heel fijn pureren. Een mooie mengeling maken en dan gaan we daarmee die lamsbout in gaan smeren. En veel look, hè, want er is geen mooier huwelijk, geen beter huwelijk dan lamsvlees en look. Hè. Je zou ook kunnen gedroogde rozemarijn of oregano gebruiken, dat kies je zelf een beetje. Hè. Maar als het seizoen daar is, dat zijn zeker plantjes dat je op je balkon kunt zetten. Hè. Dikke pasta om de lamsbout mee in te wrijven. Echt heerlijk, hè? Je ziet, het been is eruit. Je vraagt dat aan uw allerliefste slager. We gaan de helft binnenin en de andere helft er rondom rond gaan insmeren en dan gaan we hem opbinden. Voilà, masseer dat daar maar goed in. Goed invrijven, dan gaat hem toe. Nu gaan we eerst opbinden. Rozemarijn op, altijd mooi. Dan moet u daar niet laten van afschrikken, hè. Dat is echt niet zo moeilijk. Eronder. Weerste knoopje, altijd twee keer. 1, 2. Hop. En dan ga je een beetje verder. 2 centimeter zet je vinger eronder. Zie je? Hop. Altijd onder. Dus hier heb je afstand genomen, je gaat eronder. Perfect opgebonden lamsboutje. We doen een beetje van de garnituur onderaan. Voilà, en dan gaan we tijdens het bakken moeten we heel goed gaan arroseren. Hè. Hoe lang moet een lamsbout in de oven? Van een kilo ongeveer op 180 graden 30 à 40 minuten. Ik heb hier een kilo 300, 45, 50 minuutjes. Ben je van plan om te koken met Pasen? Ga dan zeker eens kijken naar mijn categorie Pasen. Daar zijn kei veel lekkere ideetjes. Hè. Is er een stuk van het lam dat je een keer heel graag zou willen klaarmaken? Nu is dat lamsbout. Wat je zegt, ah, ik durf dat niet. Is dat kareken? Is dat, ja, weet ik niet, de niertjes? Zeg maar, hè, zet het maar in de comments, dan maak ik daar misschien een videootje van. Hoe meer dat je naar midden gaat, hoe mooier rosé dat het wordt. Prachtig gebakken, hè. En je geeft dat maar met een fatouche-salade, zoals in het boek. Van mijn boek. Of moest ik nu echt mijn Wimpy willen plezier doen? Gratin, boontjes, heel klassiek, hè? Met een vleesjukje. Bekijk het volledige recept op sophiedumont.be en tot een volgende keer. En dat is dan voor de appoint. Eigenlijk heb je alle bakwijzes. Hè? Je hebt een beetje doorbakken, appoint, rosé. Food is love. Niet mijn schaduw. Niet mijn schaduw afpakken. Dat is echt... Dat wist ik niet dat je dat kon. Gratin, boontjes.